Okay. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Jort van der Geest en ik ga jullie vandaag meenemen in mijn bevindingen in het lab van Ioannis Karakikis aan Stanford University, waar ik gekeken heb naar hoe het hart precies werkt en dan specifiek gefocust op PLN, wat de rol daarvan is. Yes. Oké, hartritmestoornis, verminderd uithoudingsvermogen, kortademigheid. Dit zijn allemaal symptomen die veroorzaakt kunnen worden doordat een eiwit 1 aminozuur mist. En specifieker omdat het PLN-eiwit 1 aminozuur mist. Dus ik wil graag een klein uitstapje maken om te zorgen dat iedereen het goed kan volgen naar een basisprincipe uit de biologie. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, wordt eigenlijk alles wat ons is, of alles wat wij zijn, zit vastgelegd in ons DNA. Dus onze haarkleur, oogkleur, al die dingen. En dat is door een verschillende combinatie aan bazen. De vier genoemd hier, C, G, A en T. En die verschillende combinaties in bazen zullen door ons lichaam worden vertaald tot aminozuren, wat de bouwblokjes zijn van een eiwit. En eiwitten zijn heel belangrijk in onze cellen, want een eiwit die zorgt voor cellen, of in de cel voor structuur, het regelen van processen, communicatie en nog veel meer. Dus stel dat dit het PLN-eiwit is, of PLN-DNA is, sorry, dan wordt dit vertaald tot het PLN-eiwit. Maar met de arginine 14-deletie, waar een deletie eigenlijk gewoon betekent dat je een stukje DNA mist, wordt dit vertaald in een eiwit dat 1 aminozuur mist. Dus hier zie je het PLN-eiwit, in het midden zie je paars, blauw, paars. En hier zie je paars, blauw. En dan mist dus het paarse stukje nog een keer. Maar precies hoe dit missen van dit aminozuur leidt tot deze symptomen is nog niet helemaal bekend. En hoe iets werkt of juist niet werkt, is zoals Pieter Duvenans zojuist al aangaf, heel belangrijk. Omdat we, als we weten hoe iets werkt, we het ook zouden kunnen beïnvloeden om te kunnen verzorgen dat symptomen niet meer aanwezig zijn of juist minder aanwezig zijn. Dus dat was mijn doel in mijn stage in Stanford. Maar het onderzoeken van het hart is lastig, omdat het in je lichaam zit. En je hebt het nodig om te leven, dus je kan niet zomaar een stukje eraf halen om dit te gaan onderzoeken. Maar daar is een oplossing voor, en dat zijn stamcellen. Ons lichaam bestaat uit meer dan 200 verschillende celsoorten. Zoals je hier ziet, bijvoorbeeld spiercellen, bloedcellen, zenuwen, hartspiercellen en nog veel meer. En deze ontstaan allemaal uit één soort cel en dat zijn de stamcel. Bij de geboorte, zodra de eicel bevrucht is, beginnen de cel met delen en zullen de stamcellen ontstaan. Waardoor uiteindelijk een heel lichaam vormt uit die stamcellen. In 2012 is de Nobelprijs uitgereikt aan Yamanaka en Cordon. Zij vonden een manier om juist die cellen, dus bijvoorbeeld een hartspiercel, weer terug te kunnen leiden naar een stamcel. En deze stamcellen worden eigenlijk voornamelijk op twee manieren gebruikt. Eén manier is regeneratieve medicijnen. Kort door de bocht is dat eigenlijk, dus stel je hebt een kapotte spier in je arm. Die wil je laten maken, dan kan je hart of kan je stamcellen inspuiten in de hoop dat die stamcellen zich weer tot spiercellen kunnen verbeteren of kunnen veranderen en daardoor dus je spier kan herstellen. Maar waar we vandaag op gaan focussen, dat is het modelleren van de ziektes. Omdat het onderzoeken van het hart lastig is, kunnen we het door stamcellen weer te laten veranderen in hartspiercellen. Hartspiercellen in schaaltjes bestuderen en zo ook het mechanisme onderzoeken waar het fout gaat. En daarvoor hebben we de volgende aanpak. We hebben een gezonde vrijwilliger. Van diegene nemen we het bloed af. Uit het bloed isoleren we de cellen. Deze cellen maken we stamcellen uit. En omdat we dan PLN willen onderzoeken, willen we eigenlijk drie verschillende groepen maken. Eén groep heeft het gezonde PLN, dus eigenlijk gewoon een gezonde vrijwilliger, gebruiken direct zijn stamcellen. Maar ook één groep willen we eigenlijk kijken naar wat er nou precies gebeurt bij de arginine 14-deletie. En de laatste groep is eigenlijk een groep waarin geen PLN aanwezig is. Dus we knippen eigenlijk het hele gen wat voor PLN codeert, wat dus vertaald wordt in PLN, knippen we eruit
En zo kunnen we dus kijken naar een situatie waarin geen PLN aanwezig is. Nou, dit is natuurlijk allemaal theorie. Maar in de praktijk is dat ook ons gelukt. Dus hier zie je eigenlijk de bazenparen waar ik eerder over begon. Zie je eigenlijk hier, dus elk kleurtje duidt op een verschillend of een ander bazen. En dit is het gezonde PLN, zie je hier. En als je dan hier hieronder kijkt, zien we de sequentie van de arginine 14 deletie. En dan zien we dat die eigenlijk precies hetzelfde volgt als het gezonde PLN. Alleen dan hier het blauw gehighlighte stukje, wat de arginine 14 is, zie je dat die weg is. Dus dat we daadwerkelijk ook dat stukje eruit hebben kunnen knippen. Daarnaast kun je ook nog met fluorescentie bepaalde delen van een cel weergeven. Dus zoals je hier kan zien, hebben we in blauw zie je de celkern. Dat is omdat je dan makkelijk kan zien wat een cel is en wat geen cel is. En in groen zien we het PLN-eiwit wat gemarkeerd is door deze fluorescente proop. En zoals je ziet, is bij het gezonde PLN is PLN aanwezig. Bij de arginine 14 deletie zien we dat ook dat het nog aanwezig is. Maar in onze situatie waarin we dat hele gen weggeknipt hebben, zien we dat er geen PLN meer aanwezig is. Dus dan is het gelukt om die drie verschillende stamcelgroepen te maken. Ik heb hier onderin nog een keer de aminozuursequentie geschreven. Maar daar willen we natuurlijk, we hebben nu stamcellen en we willen uiteindelijk hartspiercellen, omdat we die willen onderzoeken. Dus moeten we vanuit die stamcellen hartspiercellen maken. En dan als je dat gedaan hebt, dan is een protocol wat al vaker gebruikt is, krijg je een mooi schaaltje eigenlijk, waarin je hartspiercellen ziet samentrekken, zoals je hier kan zien. En van deze hartspiercellen waren we benieuwd naar wat het verschil is in samentrekking van die hartspiercellen, zodat we konden kijken waar het dus fout gaat. Maar voordat we daar verder gaan, wil ik eigenlijk een kort uitstapje maken naar hoe ons hart werkt. Ons hart bestaat uit twee boezems. Hier zit er één en hierachter zit er ook nog één. En twee kamers, zoals je hier kan zien. En ons hart wordt aangestuurd vanuit de hersenen om samen te trekken. Dus het signaal komt hier de sinusknoop in en zal zich via de gele draden eigenlijk door het hart heen verspreiden. En elke keer als dat signaal dus bij een hartspiercel komt, zal die samentrekken. En zodra dat gebeurt, zal dus eerst de twee kamers samentrekken en zullen dus het bloed vanuit je kamer hier het ventrikel of de kamer ingaan. En het signaal zal dan doortrekken naar de AV-knoop en dan, zich vertrekken over de hele kamer, waardoor de kamer zich zal samentrekken en het bloed dus uit het hart gepompt wordt het lichaam rond. Maar hoe ziet dit er dan op een moleculair niveau uit? Dit is ingezoomd op een hartspiercel. Dit is de hartspiercelwand. Hierin zitten verschillende eiwitten die eigenlijk dienen als een sluis of een poort. En die dus bepaalde geladen deeltjes een cel in kunnen laten of juist niet. En in de cel zit een belangrijk organel. Pieter Toevenans noemde het ook al, het sarcoplasmatische reticulum. En dit is eigenlijk een opslag voor calcium. Wat heel belangrijk is voor de samentrekking van het hart. Als dus een prikkel, of tenminste wat we zagen als een prikkel op het hart, bij een hartspiercel komt, dan zal natrium, dus geladen deeltjes, zullen de cel ingaan, wat dus het signaal naar de calcium zal geven, waardoor een klein beetje calcium de cel ingaat. Dit is niet genoeg om samen te trekken, maar het calcium zal dan binden aan een van de poorten van het sarcoplasmatische reticulum, waardoor er dus heel veel calcium vrijkomt. Dat calcium wat vrijkomt, zal zorgen dat de hartspier samentrekt. Hier zie je een arm, en dat is gevisualiseerd door een spierbal te maken. Maar ja, het hart kan niet altijd samengetrokken blijven. Het moet ook een keer ontspannen. En daarvoor is CERCA heel belangrijk. En hier zie je dat PLN eraan gebonden is. Normaal gesproken zal CERCA het calcium weer terug het sarcoplasmatische reticulum in doen om op te slaan. Maar omdat PLN eraan gebonden is, kan dat niet. Hier heeft het lichaam wat op gevonden, dus dan kan het PLN fosforyleren, waardoor het dus vrijkomt. En hierdoor zal de CERCA-pomp opengaan en kan het calcium weer opgeslagen worden, zodat de hartspiercel zich kan ontspannen.
Nou, dit is in een gezonde situatie. Maar als we dan kijken naar onze... Ja, als we dan kijken naar onze drie verschillende groepen die we gemaakt hebben... zie je hier de sterkte, hoe sterk zo'n hartspiercel samentrekt. Hier zie je het gezonde PLN. Hier zien we de situatie zonder PLN. En hier zien we de situatie met de arginine 14 deletie. Als we dan vergelijken hoe sterk het gezonde PLN samentrekt ten opzichte van waarin geen PLN aanwezig is, zien we dat die samentrekking veel sterker is. Maar als we dan kijken naar de arginine 14 deletie, dan zien we dat dit juist veel zwakker is dan een normale situatie met PLN. Dan heb ik hier nog twee grafieken. Links onderin is hoe snel die samentrekt en rechtsbovenin is hoe snel die weer ontspant. En eigenlijk is dat hetzelfde. We zien als we de gezonde PLN vergelijken met de situatie waarin geen PLN aanwezig is, zien we dat dit sneller samentrekt, maar ook sneller weer ontspant. Terwijl als we kijken naar de arginine 14 deletie, zien we juist dat PLN of dat het hartspiercel langzamer samentrekt. Dus kortom, zonder PLN aanwezig zien we dat die snel en heel sterk samentrekt. Terwijl als PLN arginine 14 deletie aanwezig is, zien we dat dit een zwakkere samentrekking is en ook langzamer duurt. Maar hoe ziet het dan uit op moleculaire mechanismen? Eigenlijk begint het hetzelfde, dus het calcium komt op een gegeven moment de cel in. Het zal zorgen dat het weer dat de spier samentrekt. Maar nu hebben we hier het gemuteerde PLN zitten, dus de arginine 14 deletie. Deze bindt zo sterk aan CERCA, dat zelfs als die gefosforileerd wordt, dat die eigenlijk niet echt goed loskomt. Er kan wat calcium terug het sarcoplasmatische reticulum in voor opslag, maar niet alles. En daardoor duurt het langer, omdat die CERCA het kanaal niet helemaal open gaat. En zal de cel dus ook niet helemaal aanspannen. En de situatie zonder PLN begint weer hetzelfde. Maar omdat er helemaal geen rem eigenlijk op CERCA staat, kan eigenlijk het calcium vrij rond bewegen. En zal daarom dus tot een hele sterke samentrekking leiden. En zal het ook weer heel snel terug opgeslagen worden. Dus zit er eigenlijk compleet geen rem meer op. Nou, dus concluderend. Het ontwikkelde stamcelmodel geeft mogelijkheden voor mechanismisch onderzoek hoe PLN en de PLN-arginine 14 deletie werkt. Het geeft nieuwe mogelijkheden voor diagnose, prognose. En zo wordt het model, een soortgelijk model gebruikt om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld fibrose. Zoals Pieter Duvenans al aangaf, wordt er gekeken naar genetische modificatie of dat kan gebruiken als behandeling enzovoort. En het is echt belangrijk om een moleculair mechanisme te snappen om dan ook behandeling mogelijk te maken. En daarnaast is omdat de stamcellen gemaakt worden van het bloed vanuit een specifiek individu, kan het ook dienen als platform voor een persoon. Dus ze kunnen kijken, is een bepaalde behandeling voor een persoon wel werkt dat juist goed of juist niet? Zulke mogelijkheden zullen er in de toekomst ook kunnen zijn. En hiermee komt er een einde aan mijn presentatie. Heel erg bedankt dat ik vandaag mijn verhaal aan jullie mocht doen. En voor jullie aandacht. Mochten er vragen zijn, hoor ik het graag. En anders kun je me altijd benaderen via het e-mailadres.